Het kan ook met de hippocampus en de amygdala overigens echt helemaal fout gaan. En u weet dat misschien wel, maar de hippocampus is echt super beschreven bij mensen met een dementie. Kwetsbaarheid bedoel ik daarvan. Met name ook bij de ziekte van Alzheimer is de hippocampus heel, heel kwetsbaar. En u weet ook dat geheugen is daar heel kwetsbaar. Ik wou u, en dat is best indrukwekkend, ik wou u twee foto's laten zien. Eén van iemand die is overleden zonder dementie, dat is deze persoon. Dit is een brein van een ouder iemand. Hier zit uw neus, dit is frontaal. Dit is weer die slaapkwap, dit is die temporale lob. Dit zou een beetje mijn brein kunnen zijn. Uw brein ziet er veel mooier uit. Dit is helemaal glad. Ziet u hier dat stukje glad nog? Dat is bij u helemaal zo. Maar bij mij is het al een beetje met die wat diepere groefjes. Nou, niemand protesteert. Vind ik wel heel jammer. Heel jammer dat u gewoon accepteert. Ja, dat zie je ook wel aan die man. Dat brein is al tamelijk. Dit brein weegt nog 1375 gram, overigens. Uw brein, een beetje royale avond. Het is natuurlijk prachtig dat we bij elkaar zijn. Uw brein weegt nog zo'n 1514 tot 1500 gram. Die van mij 1375 gram. Als u nou kijkt naar iemand die overleden is aan de ziekte van Alzheimer, dan ziet u dit beeld. Dit is weer de voorkant. Moet u eens kijken hier naar die slaapkwap en ook hier naar die frontale lob. Dit brein weegt nog 375 gram. Een kilogram minder. En die kilo die u minder ziet, dat is niet alleen overigens het versterven van neuronen, van zenuwcellen. Er is ook veel atrofie. En atrofie betekent dat een neuron, een zenuwcel, wel kleiner is geworden, maar er zit nog wel stofwisseling in die zenuwcel. En ik en mijn groep en iedereen in de wereld probeert juist aan die stofwisseling in die laag is er nog iets aan te doen om te kijken of je iets kunt doen aan de gevolgen van die ziekte. Niet om de ziekte te genezen, zou ik hier voor idioot staan, maar om iets te doen aan de gevolgen daarvan. U ziet het niet nu heel duidelijk, maar u ziet al dat die slaapkwap in ieder geval heel, heel kwetsbaar is, samen met die frontale lob. We kunnen in de volgende afbeelding zien hoe die hippocampus beschadigd is. Want hier ziet u dan zeg maar een beeld van een doorsnede van het brein zonder schade. En kijkt dus hier naar die hippocampus die er heel erg mooi uitziet. En hier ziet u hoe zo'n hippocampus echt al heel veel kleiner geworden is. En u begrijpt dan ook dat juist het geheugen als aspect ook enorm kwetsbaar is bij de ziekte van Alzheimer. Toch is het zo dat als u dit soort beelden ziet, zou je toch het gevoel kunnen krijgen, nou ja, alles gaat dus achteruit. Dat is ook wel zo, denk ik. Maar er blijft natuurlijk ook heel veel goeds over tijdens zo'n proces. Laten we even kijken naar de scherpte die kan blijven. Hoe oud wil je worden? Hoe oud? Nou, ik vind 80 al oud. Maar je bent 90. Ben ik al 90?